Daar rolt de bal vanmiddag voor de eerste keer. We zijn er voor u bij, DVS 33 TV hier in Rijnsburg. Rijnsburgse boys tegen DVS 33. Tillema. Stroker. Verdam. Op Stroker. Komt die voorzet. Daar zit Basile Camara goed tussen. Joran Pot. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter gaat schieten. Op de handen van de keeper van Nieuwkoop. Eerste kans daar voor DVS. Denise Bas op het hoofd. Joran Pot. Denise Bas. Denise Bas. Die bal gaat over de achterlijn. Maar een goed schot van Maurice de Ruiter. Rijnsburg. Opletten dus. Daar Tillema. Goed verdedigd daardoor Joran van Zanten. Daan Huiskamp. Denise Bas. Ja, houdt daar balbezit. Maurice de Ruiter. Geeft de bal prachtig aan Frank Heus. Moet gaan scoren. En schiet naast. Ongelooflijk. Wat een kans daar. En wat legt hij die bal daar mooi neer bij Frank Heus. Maar eigenlijk had dit wel de 1-0 moeten zijn voor DVS in de 35e minuut. Leo naar de lucht in. Koen Vloedgraven laat de bal vallen voor Mo El Haidar. Mo El Haidar is heel kort deze. Dat is een foute terugspeelbal. En zo scoort Rijnsburg door een fout van achterin van Mo El Haidar. Terwijl je 1 minuut daarvoor eigenlijk op 1-0 moet komen, komt Rijnsburg op 1-0 voorsprong hier in Rijnsburg. Die jonge Nelen met de vrijtrap voor Rijnsburg. En daar valt de 2-0 binnen. Via een vrije trap. Tillema mag het laatste tikje geven. Zo komt Rijnsburg hier in de eerste helft al snel achter elkaar op een 2-0 voorsprong. Koen Vloedgraven op. Maurice de Ruiter. Vrije trap op een mooie plek. Komt die vrije trap. Joran Pot. Fantastische goal. Onder de keeper door. Maar de aansluitingstreffer is hier een feit. 1-2, 65e minuut. Joran Pot uit een vrije trap. Maurice de Ruiter. Joran Pot. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Handige beweging. Gaat de 16 meter binnen. Wandelt daar helemaal door. En wie staat bij de tweede paal om die bal er net niet in te schieten? Isaac Kistler. Wat een kans daar. Serboni de lucht in. Basile Camara. Jongenelen. Jongenelen gaat schieten. Van goede redding daar van Daan Huiskamp. En in tweede instantie kan Mo El Haidar de bal tot corner verwerken. Gevaarlijk schot van Jongenelen. Goed gepareerd door keeper Daan Huiskamp. Roald de Vries. Jongenelen. Harry Pinassi. Weer een goede redding daar van Daan Huiskamp op het schot van Serboni. DVS mag eerst gaan wisselen. Harry Pinassi verlaat het veld. En voor hem in de plaats komt met nummer 3 Edmund Meijner. Gielissen. Te Inrooy. Joran Pot. Maurice de Ruiter. Keurige bal op Frank Heus. Kan hij erbij? Ja, mag door. Joran Pot. Gaat schieten. Schiet daar op de keeper. In tweede instantie is daar Mo El Haidar. Die maakt zijn fout in de tweede helft. Heel erg goed met de gelijkmaker. En dat is, gezien het wedstrijdbeeld, verdiend. We gaan hier een leuke slotfase beleven. DVS komt in de 81ste minuut op een 2-2 gelijkspel. Maurice de Ruiter, kan die bal binnenhouden? Ja, dat kan die. Isaac Kiesel is er helemaal, dat heeft hij gezien. Komt die bal daar goed?
Oh, die is net voor keeper van Nieuwkoop. Hij komt net niet goed uit. Dat is geen buitenspel. Nu Rijnsburgse boys weer. Tillema daar, met de Mo Elhaar daar. Tillema. Goed daar, Mo Elhaar daar. Lars Dekker. Maurice de Ruiter. Met Gielissen. Nog een keer daar die bal naar voren. Mo Elhaar daar. Komt hij voor die voeten van Hessink? Nee, daar is Basile Camara. Die lost dat heel goed op. Aanval loopt nog door via Stroker. Komt die bal nog een keer voor? Nee, die bal is achter en dat wordt een doeltrap. De scheidsrechter kijkt op zijn klok en fluit voor de laatste keer deze wedstrijd. Zo knokt DVS zich in de tweede helft goed terug naar een gelijkspel. En een puntje mee naar huis is een redelijk goed resultaat naar gezien het wedstrijdbeeld. Hey!